De titel van mijn column is Voorbereidingskosten. In juli 2015 schreef ik voor de eerste keer een column over klokken die als kunstwerk onder bruggen over het Maaswaalkanaal gehangen zouden worden. Het kunstwerk had als titel Big Bang. Vijf keer per dag zouden de klokslagen als een repeterende echo worden doorgegeven, waardoor ze een zintuigelijke verbinding zouden vormen tussen de bruggen en de wijken aan het water. Klokkengieten en poëzie in één kunstenaar. Kom er maar eens om. We zijn nu bijna drie en een half jaar verder. De klokken komen er niet. Al dus het besluit van het college van BMW afgelopen week. Reden van dit afblazen. Gedoe. Wat anders. Gedoe met Rijkswaterstaat, gedoe met schippers, en vooral gedoe met aanwonenden aan de Dukenburgse kant. Die bezwaar maakt tegen het kunstwerk. Deze keer met prachtige argumenten. We krijgen last van het geluid en er is niks te zien. Dat niks te zien argument moet cultuurwethouder nu wel vergunst ingelijst boven zijn bed hangen. Dat kan hem nog wel eens van pas komen als er wel wat te zien is. Want als het aan het college ligt, komt van afstel geen uitstel. In het uitvoeringsplan Kunst in de openbare ruimte staat dat er een kunstwerk moet komen langs het Maaswaalkanaal onder het motto dat door de aanwezigheid van kunst in de openbare ruimte reacties en emoties worden opgeroepen. Dat is gewoon uitlokking. Je kunt er dus op wachten. Tegen de klokken was er bezwaar omdat die niet te zien waren. Straks komen er bezwaren dat er wel wat te zien is, maar dat het nergens op lijkt. En zo houdt men elkaar lekker bezig. Het driejarige archiefje met de klokken heeft 32.000 euro aan voorbereidingskosten gekost. Niks, geen weggegooid geld, wat Nuilers ook beweren. Het betekent gewoon dat de kunstenaar die een nieuw kunstmerk mag maken, pech heeft. Hij krijgt 32.000 minder euro te besteden. Want dat wordt van het oorspronkelijke budget afgetrokken. Er is nog ruim 100.000 euro over. Daar moet toch een beetje kunstwerk van te maken zijn. Het is afwachten of de bewoners van Dukenburg een nieuw kunstwerk ervaren als politieke daadkracht om het gevoel weg te nemen dat ze daar aan de achterste mem liggen. Want dat gevoel is er. Bij de laatste raadsverkiezingen beloofden veel partijen dan ook om deze collegeperiode extra aandacht aan Dukenburg te gaan schenken. Marjolein Meiling, raadslid van het CDA, maakte zich recent op een wel heel originele manier druk om de achterste mem in Dukenburg. Ze constateerde dat de relingen van de bruggen over het Maaswaarkanaal nogal roestig zijn. Geen wonder dat de bewoners van Dukenburg zich achtergesteld voelen, aldus Marjolein. Dus riep ze het college op om met spoed schilders te bestellen, zodat Dukenburgers een beetje fleurig thuiskomen. Het wachten is nu op een financieel slim raadslid dat voorstelt om werk met werk te maken. Dus de relingen van de bruggen over het Maaswaalkanaal als kunstwerk te beschilderen. Dat scheelt voorbereidingskosten. <tieding>